starts gevallen. Begin met de galopaarden voor Late Night Dream. Die wilde er helemaal niks van weten. Een duel om de leiding. Milo aan de binnenkant en de buitenkant Velten, Bella Joe. En daarachter Dream Burger rijden op plek 3. Vierde plaats is voor Mark Schermer en zo gaan de paarden de eerste bocht in. Uitgeschakeld nummer 1 galop. Leiding in handen van Velten Bellagio, dat lag in de lijn der verwachtingen. Daarachter op plek 2 Milo, die probeert aan te klampen. Derde plaats is voor Dream Burger rijden. Op de vierde plaats Mark Schermer, die blijft in het tweede spoor. Daarachter ook in het tweede spoor Mercedes Star. Binnenkant daarnaast ligt Loverboy van Assem. Luciano Lobel pakt de rug van Mercedes Star. En daarachter volgt op de laatste plaats Montoya Trans R. Eerste tussentijd komt eraan, wordt neergezet voor de American Bike in 1.09.9. En zo gaan de paarden op weg naar de volgende bocht. Velten Bellagio, Milo ligt er aan vastgeplakt en daarachter ligt Dream Burger rijden. Mark Schermer had even ingeparkeerd, maar gaat nu weer terug naar het tweede spoor. Mercedes Star gaat erachteraan, galopaard in de start van het veld van Montoya Trans Air. Uitgeschakeld nummer 2 galop. Paarden onder de bocht en Mark Schermer gaat de leider opzoeken. En die leider is een eindje weg. Dat is Velten Bellagio die aardig tempo houdt. Maar Dream Burger rijden gaat ook naar het tweede spoor. Zo zijn de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Velten Bellagio, dan Milo, dan de buitenkant Mark Schermer. Dan Dream Burger rijden die de rug van Mark wel wil hebben. Daarachter Mercedes Star in het tweede spoor. Achter Mercedes Star ligt Luciano Lobel, tussentijd 14-6. Zo gaan ze de laatste kilometer in. Velten Bellagio. Dan Mark Schermer nu aan de buitenkant. Daarachter aan de relingzijde ligt Milo. Dan Dream Burger rijden, dan Mercedes Star. Daarachter Luciano Lobel. En daarachter ligt Loverboy van Assem vandaag voor het eerst zonder achterreizers. Paarden ronde de Z-Turf bocht. Gaan de rechte lijn overzijde in. En Velten Bellagio heeft nog altijd een lengtevoorsprong, een ruime lengte. Buitenkant Mark Schermer probeert dichterbij te komen. Daarachter aan de relingzijde ligt Milo. Dan aan de buitenkant gaat nu Driedik naar voren, Luciano Lobel. Luciano Lobel gaat in de aanval en zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. En het is Velten Bellagio die daar nog altijd leidt. Tussentijd 14 rond, proppen gingen eruit bij Velten Bellagio, maar inmiddels is Luciano Lobel langszij gekomen. Velten Bellagio, Luciano Lobel, daarachter proberen ze aan te klampen, maar dat lukt op dit moment niet. Plaats 3 is voor Milo en zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Het is Velten Bellagio die nog altijd leidt, daarachter Luciano Lobel, dan volgt Milo. Dan Mark Schermer, aan de binnenkant gaat Mercedes Star naar voren en zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Aan de buitenkant probeert Luciano Lobel het wel. Het is Velten Bellagio aan de binnenkant, Luciano Lobel aan de buitenzijde. Ze gaan precies gelijk op nu. Het is aan de buitenkant Velten Bellagio die onder druk gezet wordt door Luciano Lobel. En die gaat hem overnemen. Luciano Lobel gaat hem hier winnen. Luciano Lobel wint met een hoofdje voor Velten Bellagio, die zich geweldig heeft geweerd. Plek 3 is misschien aan de binnenkant voor Mercedes Star. Of aan de buitenkant voor Mark Schermer. Tijd van de winnaar, 12-6.